Voordat de video begint wil ik heel eventjes twee dingen besproken hebben. Allereerst het overlijden van Peter R. de Vries. Het is zo'n nare manier om op deze manier om het leven te komen. Hij heeft voor zoveel mensen gestreden en op deze manier gewoon niet de kans gekregen om voor zichzelf net zo hard te strijden als dat hij voor een ander heeft gedaan. Mocht je hem gekend hebben, heel veel sterkte, heel veel liefde van ons. En sowieso, hoe dan ook, heel veel sterkte natuurlijk. Ik heb hier geen woorden voor dat dit zo gebeuren moet en dat het zo gebeurd is. En ik hoop dat dit onrecht ook bestraft gaat worden. En dan hebben we natuurlijk nog het hele verhaal rondom het wateroverlast. Wat in Limburg, België, Duitsland, Luxemburg. Ik weet dat we Belgische kijkers hebben. Zowel Nederlandse kijkers als Belgische kijkers. En ook wij denken echt aan jullie. Ik volg het nieuws en mijn mond staat elke keer weer open. Dat ik echt denk van, je hele hebben en houden. Moet je achterlaten waar je hard voor hebt gewerkt. Je veilige omgeving, je veilige haven. Moet je achterlaten omdat het water eraan komt. Of omdat je kans hebt dat het water eraan komt. Dat lijkt me echt zo verschrikkelijk. Wij denken echt allemaal aan jullie en we hopen echt serieus dat jullie hier goed vanaf komen. Zorg dat je veilig bent. Zorg dat je niet in gevaar bent. En ja, hopelijk komen jullie er allemaal stuk voor stuk goed vanaf. En mocht je in Limburg of België wonen. En natuurlijk, al woon je in Duitsland, al woon je in Moskou, boeit me niet. Maar zorg dat je gewoon veilig bent en zorg dat je niet in de kolkende rivier terechtkomt of wat dan ook. Let op, blijf voorzichtig. Let op jezelf, let op iedereen om je heen. Zorg voor elkaar. En heel veel sterkte ook hierbij. Ja, ik sta echt met mijn mond vol tanden wat er deze week allemaal gebeurt en gebeurd is. En ik vind het zo verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Heel veel sterkte van ons. En vanuit hier, het klinkt heel stom en heel cru, maar vanuit hier gaat de video weer verder. Naar wat er woensdag en donderdag allemaal is gebeurd. Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Goedemorgen. Niels is nog thuis. En dan denken jullie, Niels is nog thuis? Ja, Niels is nog thuis. Niels moet vandaag met Jordi naar het ziekenhuis. Voor controle bij de KNOAT en Audiologisch Centrum. En daarvoor moet hij naar Nijmegen. Met de Radboud. Sammy is al wakker. En Liam is al wakker. Jordi is nog niet wakker. En die gaan we daar wakker maken. Maar ik ga eerst eventjes zorgen dat de tas klaar is voor Jordi. En dan ga ik zijn fles maken. Niels die is alweer op de terugweg met Jordi voor de KNOAT. En de audiologisch centrum. Jordi heeft weer gehoorverlies. Dus dat betekent... Wat betekent dat, Sam? Dat je moet happen. Nee. Dat betekent dat Jordi weer opnieuw buisjes gaat krijgen. Hij moet binnenkort ook voor botox onder het mes, dus dat proberen ze te combineren. Bovendien willen ze zijn keel- en neusamandelen laten verwijderen, want hij snurkt nogal veel. Dat is gewoon heel lastig. Hij is heel erg vermoeid daardoor. En ja, gewoon met de klachten die we hebben voor hem. Hij snurkt, vermoeid, dat soort dingen allemaal. Dan willen ze toch het voor hem oplossen. Alleen gaan ze even kijken of alles tegelijk kan. Dus botox, oortjes en amandelen, of het allemaal tegelijk kan. Maar dan ga ik volgende week te horen hoe dat gaat verlopen. En voor de rest, dan krijg ik te horen wat het plan van aanpak is in ieder geval. En voor de rest zijn ze nu onderweg weer terug naar huis. Dus het was een productieve bezoek aan het Radboud.
Zijn we weer blij mee. Liam zit nou fruitje te eten. En Sammetje krijgt banaantje. Goed zo. Ja, wat goed van jou. Jordi is thuis gekomen met Niels. Ik heb gauw fruit, alles gegeven. Niels heeft gegeten. En nu ligt alles hier te slapen. Oh, heerlijk. Ik ga eventjes tv kijken en eventjes niks doen, want ik ben even helemaal op. Ik ben echt even helemaal op. Gelukkig eten we straks makkelijk. Ik heb voor de kinderen heb ik iets in de vriezer zitten. En Niels en ik eten shawarma. Met de salade en een pita broodje. En ja, maar voor nu even niks. Er is niemand wakker. En wat ben je aan het eten? Het is helemaal lekker suikerwafel. Je moet er toch weer wat spek op je beentjes creëren, hè? Je mager scharminkeltje. Lekker, hè? Hele lekker happen. Hallo, we hoeven niet die ongeluk te zien, hè? Gewoon happen. Hallo, doe eens happen. Happen! Ja, ik ga gewoon een feeder worden. Ja, moet je happen, hè? Ben niet doof, hè? Nog steeds niet. Jordi is ook alweer wakker. En heeft ook al gedronken en een wafeltje gehad. En die zegt, nou mama, ga weg. Wat heb je nou weer aan je neus hangen? Dat doe ik daar wel weer af. Jordi is dus wakker. En ze hebben al wafel gehad. En drinken. Nou, ze hebben in ieder geval alles alweer gehad. Ik ga nou eventjes de vaatwasser uit en inruimen. En alvast beginnen met het eten. En dan is het weer bijna tijd om te eten. En ik ben moe. Ik denk aan het weer of zo. Ik weet het niet. Warm, koud. Benauwd. Waterig, weet ik het. Maar ja, het komt goed. Denk ik. Oh. Maar ik ga in ieder geval hier aan de gang. Want ja, ik heb niet zoveel eigenlijk te melden. We doen niks geks vandaag. Een hele goede morgen. Gisteravond ben ik in slaap gevallen. Ik kon niet meer. Ik was zo moe. Toen heb ik tot, nou, ik denk 9:30 of zo, heb ik echt gewoon vastgeslapen. Niels heeft Liam en Jordi naar bed gedaan. Sam was in slaap gevallen. En die werd om 9:30 ongeveer ook wakker. En dan denk je, nou Mandy, dan ga je nest in en Sam de fles je nest in. Was dan maar zo. Sam is uiteindelijk ook zijn nest ingegaan hoor, daar niet van. Die heeft gewoon geslapen. Ik heb ik ben wel even mijn bed ingegaan, maar ik ben er daarna weer uitgegaan omdat ik echt zoiets had van ik kan niet meer slapen. Of ja, ik kan niet meer slapen, dat is een groot woord. Ik had iets te veel pijn om nog zeg maar stil te kunnen liggen. Dus ja, ik ben maar beneden gaan opruimen. En toen lag Sam in bed. En dat ging goed. En toen gingen we zelf naar bed. En toen werd Sam wakker. Hij heeft nog een fles gehad. Ik heb zijn buikmassage gegeven. Ik heb van alles gedaan. Uiteindelijk 4:30 is hij pas geslapen. Nou, ik ben tot 4:30 bezig geweest met hem. Nee, is niet erg hoor. Nee. Maar ja, dan ligt er iemand langs je te snurken. En dan denk je bij eigen. Maar ja. We doen het er maar mee. Vanochtend is Liam weer ontzettend doorgelekt. Gisteren hebben we
de uitslag van zo'n belasting gehad. Geen virus, tenminste geen norovirus of dat zoiets. Of een bacterie, dat is ook niet te vinden. Prima, ben ik al gelukkig, dan is het waarschijnlijk gewoon een buikgriepvirus. Dan gaan we gewoon afwachten hoe dat het loopt. Ja, dat dus. En voor nu, flesje erin. Liam daar aankleden, want hij was doorgelekt, dus hij heeft nog geen pyjama meer aan zijn kont. En Jordi omkleden en in ieder geval kleren aandoen. Omdat hij daar visio heeft. Dat is dus Liam. Die zit dit geluid te maken. En Jordi, ik en Sam denken bij ons eigen. Zelfs Joep die denkt bij de eigen. Lekker ding. Dat zijn mijn knoppen, hè? Liam die is weer aan de schuiterijtjes. Ja. We gaan even kijken hoe dat daar loopt en hoe dat het uitpakt en alles. En anders dan moet dat toch maar eens eventjes naar gekeken gaan worden verder. Nou, de grijze kleur is wel weg. Maar ja, wat zou het dan zijn? Toch maar een buikvirus? Ik weet het niet. Hallo. Ja. En jouw grote broer heeft al fysiotherapie gehad vandaag. Dus die is weer druk bezig geweest. En die is nu even een filmpje aan het kijken. Ze hebben fruitje gehad. Je hebt flesje gehad. En dan ga ik ze dadelijk heel eventjes lunch maken voor de jongens. Want dat moet ook. Hè? En het regent pijpen stelen. Verdikke me. Ik heb even pannenkoekjes gebakken voor de jongens. Dan zitten ze lekker te eten. Lekker eten, hè? Ik had nog een wat meel staan en zo. Ik denk, nou ja, maar melk en een eitje erbij. En dan kunnen ze lekker happen. Ze zijn lekker aan het genieten. Hè? Lekker happen, Jordi. Dus dat heb ik gedaan. En het is altijd hier zo, standaard. Als ik pannenkoeken bak, zet het ding af. Dus ik heb hem er even afgehaald. Niels mag hem straks terugzetten. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe. Maar dat ding hangt daar. En toch gaat hij iedere keer af. Dus het was net schreeuwen hier, want Jordi hoort dat dus wel. Dus het was net helemaal... Nou, hè? Het ding eraf gehaald en klaar. Maar ja, ik ga even verder... Pannenkoeken, die jongens er geven. En dan gaan ze daar weer naar bed. Hallo. Sammy ligt lekker te spelen hier. En hij lag zo. En toen dacht mama, laat ik hem eens een kusje geven. En toen pakte hij mijn hoofd vast. Ja. Toen pakte hij mama's hoofd vast. Lekker ding. Ja. Zojuist is het nieuws eruit gekomen dat Peter R. de Vries is overleden. En ja, je blijft toch hopen omdat hij tot nu toe, of tot vandaag, toch allemaal overleefd had. Maar ja, zoiets is toch altijd afwachten en wikken en wegen voor de familie en nabestaanden natuurlijk. Hoe en wat het beste is enzovoort. Dus ja, helaas. Is hij overleden. En ik hoop dat hij zijn rust vindt. En dat hij
leuk nieuws is het natuurlijk niet. Er is iemand wakker, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is. Nou, dat vals ding zeker. Is dat vals ding weer wakker? Ik weet al waarom je dat mooi vindt. Je hoort gewoon niet goed genoeg. Ja, je hoort gewoon niet goed genoeg. Ja, als je buisjes straks weer erin zitten, dan hoor je daar weer hoe vals dat ding is. Hallo? Was jij ook alweer wakker? Hi. Hallo. Wat is er dan? Kom je er ook uit, krullenbol? Kom je er ook uit? Ja. Kom eens staan. Kom eens staan. Kom eens staan. Kom je niet staan. Kom dan staan. Kom eens staan. Staan. Goed zo. Goed zo. Ga je mijn mama mee naar beneden? Dan zijn we weer de, ja, hoe moet ik dat zeggen, normale gang van zaken aan het doen, wat elke dag weer terugkomt. Boomba staat op en de directeur is aan het drinken. En deze kleine directeur, die is nog steeds aan de scheiterij. En hij wou een wafel, dus dan kreeg hij wafel. Lekker, hè? Ja, de ongeluk in de tunnel, fijn, ja. Dat wil iedereen zien. Iedereen wil die ongeluk zien, hè? Ja. Maar lekker eten. Daar is Liam aan het spelen. Die zit het ook met de loopwagen van Jordi bezig. Ondertussen ben ik Jordi een wafel aan het geven. Hop. Oh, dat was bijna mijn vinger, jongen. Komt hij aan, hoor. Hi. Ja? Wat is er? Moet je ook nog wafel? Je hebt nog wafel, hè? Hij weet precies waar dat hij zijn zooi in legt, hè? Heb je nog in je mond, Jordi? Ja? Oké. Daar gaat hij de box in. Waar ik altijd zo'n hekel aan heb, hè? Dan ben je vaatwasser gaan doen en dan valt er iets uit en dan heb je weer. Zullen we maar zeggen dat scherven geluk brengen? Ik ga het even opruimen. Godverdomme, wat ben ik slaapverwekkend voor mijn kinderen. Ik heb Sam in slaap, Jordi in slaap, Liam in slaap. Nou, die hond nog. Niels is even sporten. Ik heb even wat anders aangetrokken, want ik was door Sam. En nu ga ik heel eventjes hier opruimen en dingetjes voor morgen klaarzetten. Morgen moet Jordi weer naar school natuurlijk. En ik moet nog even editen. Dus dat ga ik ook zo doen. Ik ga bij deze ook deze ups en downs afsluiten. Want ik ga toch niks meer interessants doen. En ja, ik weet ook niet wat ik verder nog kan filmen. Maar goed, bedankt voor het kijken en tot de volgende.